Vele Nederlandse militairen werden zo kort na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgeroepen of gingen vrijwillig in dienst en om dienst te doen in Nederlands-Indië ter versterking van de daar aanwezige KNIL-militairen, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Het was het begin van vele politionele acties. Geachte aanwezigen, het is goed dat wij herdenken en dat wij hen die niet teruggekeerd zijn, present in ons midden stellen. Almeloze militairen die gesneuveld zijn in Nederlands-Indië en in Nederlands-Guinea in de periode 1945 tot en met 1962. Zo zetten wij hen prominent in het midden. Blijf ik op in den boom.